beste luisteraars. Welkom bij een hele lange uitzending van Damsko Somitang Radio Tamara. En we gaan ook even aandacht besteden aan een radiostation in Suriname, People FM, die in Suriname aandacht besteed heeft aan dingen die wij in Nederland van Radio Tamara hebben uitgezonden. Dan moet u daar maar naar luisteren. En we hopen dat u uw lering daaruit kunt trekken. Wat ik u wel kan vertellen, Radio Tamara is geen kleine omroep. Op dit moment is het zo dat er meer dan 10.000 mensen over de hele wereld luisteren naar dit programma. In Californië is er zelf een groep mensen die Radio Tamara ontdekt hebben en die bij elkaar komen en ook naar die programma's luisteren, Surinaamse mensen. En waarschijnlijk gaan we volgende week een van die luisteraars in Californië opbellen en dan gaat hij zelf vertellen hoe het daar beluisterd wordt. Aan ons spot toe. We gaan nu even luisteren naar een van de stations in Suriname. Het is eigenlijk People FM. We gaan van Suriname gaan we naar Nederland. Want daar zitten de jongens en meisjes, oftewel de dames en heren van de diaspora. En die zijn ongeduldig, die willen meer actie zien. Die zeggen aan de minister van Buitenlandse Zaken, let me see your motion. Want het gaat voor hun allemaal te traag. Dit is Bakken Abus Kopu. En bij Bakken Abus Kopu hoor je... Bakken Abus Kopu. Iedere werkdag vanaf 2 uur. De laatste hete nieuwtjes, objectief, onafhankelijk en kritisch bekeken op People FM. Geef uw reactie via sms of WhatsApp op 8794x3 of bel 53-0022. Bakken Abus Kopu op People FM. En dat is het verschil. Goed, van binnenlandse zaken gaan we nu naar buitenlandse zaken. En buitenlandse zaken is alles wat buiten de grenzen van Suriname is. Buiten de Marwijnrivier, buiten de Quarantainrivier, buiten het Toemokhumak en het grensgebergte en buiten de Atlantische Oceaan die aan de kust van ons vol kracht het water aan de kust brengt. En buiten dat grondgebied van Suriname, die bijna 163.000 vierkante kilometer, wonen er Surinamers. En die Surinamers, daarvan woont het grootste deel dat buiten Suriname woont in Nederland. En die willen al jaren iets met Suriname doen. En ze doen het al met al die pakketten die ze stuurden via eerst Jos Theeman en Bank Shipping en Calypsona Shipping en wat heb je nu nog? Goed, een aantal van die dingen. Andere bedrijven. En als u uw naam gehoord wil hebben, dan moet u ook maar een advertentie hier zetten bij BB. Hoor. Mensen die pakketten naar Suriname sturen uit Nederland. BB is een populair programma, wordt goed in Nederland beluisterd. Dus... haal uw voordeel eruit. Maar goed, om even terug te komen. De Surinaamse gemeenschap in Nederland is vanaf de Bijlmer Express, zoals men dat noemde, die vlucht van Surinamers kort voor de onafhankelijkheid in 1975, toen er tienduizenden, naar schatting 40.000 Surinamers naar Nederland gingen en huis en hart hier verkochten, omdat ze de toekomst van het land niet veilig achten. Die Surinamers in Nederland die zijn inmiddels aangezweld tot, is het aangezweld of aangezwollen? Oké, zoek het even uit voor mensen, AUB. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot meer dan 350.000, ik dacht dat het zelfs 380.000 zielen was. En die mensen hebben zich in de loop der jaren ontpopt in diverse beroepen en disciplines en zijn in alle sectoren van de Nederlandse samenleving terug te vinden. En ze zijn de band met Suriname nooit vergeten. De ene wat meer, de andere wat minder. Maar regelmatig hoor je nog dat ze vol trots zeggen: Sranang akondre pimikumbati beri. En die verbondenheid, die lotsverbondenheid met Suriname, die komt op verschillende manieren tot stand. Ik kan me nog herinneren toen ik daar in Nederland studeerde, dat je dan elke zondag naar het programma Zorg en Hoop luisterde om toch maar te horen wat er in Suriname gebeurde.
En toen had je meneer Roy Kimbrach die dat programma verzorgde. En je was het natuurlijk niet altijd eens met wat hij zei en hoe hij het bracht en zijn commentaren. Maar goed, die band met Suriname is er en is er steeds geweest. En nu met het digitale tijdperk waarin we zitten, waarbij het nu zo snel verspreid wordt, heb je in feite geen wekelijks programma meer. Nee, nu worden de Surinamers in Nederland en wereldwijd online à la minuut geïnformeerd van elk wissewasje dat maar in Suriname gebeurt. We hebben online kranten, we hebben Facebook, we hebben diverse manieren waar, we hebben WhatsApp calls, diverse manieren waardoor uitwisseling van informatie plaatsvindt tussen Nederland en Suriname. Maar niet alleen maar informatie, ook kennis komt er naar Suriname toe. Ondernemers die op kleine schaal al bezig zijn, die een huisje aan het bouwen hier zijn, die een klein bedrijf beginnen, die anderen hier helpen met een bedrijf, die auto's naar hier toe sturen, die graafmachines naar hier toe sturen. Er zijn op verschillende fronten zijn er samenwerkingen en zijn er investeringen. Maar er is ook behoefte en er is ruimte voor wat structureler kennisoverdracht en kapitaaloverdracht. En die mensen in Nederland die staan te springen om hier zaken te doen. Maar ze willen natuurlijk een stukje voorspelbaarheid van beleid hebben. Ze willen een stukje politieke stabiliteit hebben. Ze willen monetaire stabiliteit hebben. Ze willen koersstabiliteit hebben. Want niemand gaat naar zijn land komen en zeggen, ik stop mijn geld in een bodemloze put. Tenzij je zoveel hebt dat je zegt, ik kan het missen. Maar dan moet je in Dubai wonen, of in Singapore, of in Brunei, of in Bombay, of in, waar is het? Zuid-Afrika, of in Botswana, of in een van die kopermijnen van Angola, enzovoort. Je moet niet verwachten dat mensen zomaar geld gaan stoppen in iets. Dus een heleboel mensen in Nederland die hebben in die verkiezingscampagne hebben ze vol spanning geluisterd en gekeken naar met name de mensen van de VAP die gezegd hebben dat ze de diaspora willen betrekken. De Surinamers over zee willen betrekken bij de ontwikkeling in Suriname. En de verwachtingen waren hoog, hoog gespannen. Maar het lijkt er nu op dat ik allerlei woenjoenjoen van de andere kant hoor, omdat het nog niet snel genoeg gaat en omdat het erop lijkt. Ik zeg het erop lijkt, want kennelijk is er een beetje een communicatiestoornis. Het lijkt erop alsof men bepaalde verwachtingen had die niet aan beide kanten synchroon lopen. En dat moet dus onderzocht worden. Wat is er misgegaan? Hoe komt het dat men daar dingen verwachtte en dat die dingen dus kennelijk niet geleverd worden? Is er sprake van een begripsverwarring? Is er sprake van dingen die onduidelijk of onzuiver gezegd zijn? Waar komt het op neer? In elk geval, een van de mensen die zich daarover heeft uitgelaten is de Owen Venlo. Owen Venlo heeft een interview afgestaan met Radio Tamara in Nederland. En ik heb fragmenten van het interview hier klaargelegd voor u om uw deelgenoot te maken van de denkwijze. En natuurlijk is het niet zo dat de diaspora zo denkt, maar dit is wel een van de exponenten van de diaspora. En zoals u weet bestaat die diaspora ook net als in Suriname uit verschillende segmenten. Maar Owen Venlo is wel een van de mensen naast Robbie Makka die toch wel erg bekend is in Nederland. En vandaar dat het toch goed is om te weten hoe hij denkt over wat er met die diaspora aan de hand is en wat er met die relatie met Suriname aan de hand is. Want hij was dus ook geweest bij de ontmoeting met de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Albert Ramdien, die net terug is van een 5-daags werkbezoek aan Nederland. En laten we even gaan horen wat zijn bevindingen waren. Owen Venlo. Het was een geslaagde middag. Het was een gezellige groep mensen die bij elkaar waren geroepen. Bekende mensen uit het Surinaamse circuit. De kennismaking was één deel formeel, één deel informeel. En in het formele gedeelte heeft de minister ons een beetje verteld hoe dat diaspora-beleid in grote lijnen zal worden aangepakt. Dus vorm en inhoud. Over inhoud kon hij niet zo gek veel zeggen, want moesten ook een heleboel andere departementen hun inbreng leveren.
Over de vorm hebben we uitvoerig gesproken en daar was een groot verschil van mening. Ik heb als tweede spreker tegen de minister gezegd dat ik een teleurgesteld man ben, omdat de president Santokki ons tijdens de verkiezingscampagne heeft beloofd. Op mijn vraag komt er een minister voor diasporazaken, heeft minister Santokki gezegd, nee, maar er komt wel een directoraat diasporazaken. En toen heb ik nog tegen hem gezegd, mag het dan zijn directoraat coördinatie diasporazaken? En dan komt de tijd zijn. Hier hoor je alles. Het is 4:00. Bakanabuskopu. Dan gaan we terug naar Owen Venlo in Nederland. Waarom is die teleurstelling er nu onder delen van die diaspora gemeenschap in Nederland, de Surinaamse gemeenschap in Nederland? Wie schetste mijn verbazing toen ik hoorde van Santokki in de regeringsverklaring dat er een diaspora-instituut komt? Dat is niet wat Santokki ons als diaspora heeft toegezegd. Ik weet nog, ze was in Amsterdam. Bij de laatste Jagannath Latsman-lezing heeft hij ons dat toegezegd. En toen kwam er een discussie tussen mij en de minister. Want ik heb tegen de minister gezegd, minister, ik weet niet of u het doorhebt. In de coalitie, regeringspartijen 4, zijn er 2 politieke partijen die niet diaspora-minded zijn. Dat is de NPS en de ABOP. Ik heb geen van beide leiders nooit gehoord over nut en noodzaak van diaspora-beleid. Dus meneer de minister, wat u nu moet doen, omdat het beloofd is, er moet een diaspora-beleidsplan komen, zodat een ieder kan weten hoe ziet dat diaspora-beleid eruit. Moet je vastleggen in een beleidsplan. Dat betekent dat alle ministeries moeten worden gedwongen om hun bijdrage te leveren vanuit hun invalshoek, vanuit de ministerie. Ja, en Owen Venlo van vroeger de PvdA, ik weet niet of hij nu nog van de Partij van de Arbeid in Nederland is, die had het over 3 punten die hij erg belangrijk vindt. Ik weet niet of het in de andere fragmenten ook naar voren zal komen. Hij wil 1, een diaspora beleidsplan. Hij wil 2, een diaspora databank, een database van alle kader dat er in Nederland rondloopt. De verschillende specifieke expertise die dus ingezet kan worden. Welke diploma's, welke trainingen, welke ervaring. En hij wil een diaspora bank. Dus, heel makkelijk, 3 dingen. Het begint met diaspora en beleidsplan, database en bank. Kort en krachtig. Nou, laten we gaan luisteren naar een aantal van de vervolgfragmenten van Owen Venlo, een van de exponenten van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Wat staat er in het regeerakkoord, het coalitieakkoord van de 4 politieke partijen? Daarin staat, er komt een diaspora-instituut. En mijn punt is, dat ik heb ook tegen de minister gezegd, dat was niet de toezegging van meneer Santokki. Die heeft gezegd, er komt een directoraat diasporazaak. Er zijn er meerdere directoraten bij een heleboel ministeries. Het directoraat is een officieel onderdeel, werkarm van een ministerie. En Santokki heeft ons toen gezegd, er komt een directoraat onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus ik was blij toen, want alles wat onder het ministerie Buitenlandse Zaken valt, valt onder de president. Want in Suriname heeft de president het opperbestuur van de buitenlandse betrekkingen. He, dus kortom, de minister die was het niet met mij eens. Ja, en dat zei dus Owen Venlo. En hij hecht dus heel erg veel belang en waarde aan dat directoraat diaspora zaken. Want dat valt dan onder het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat zit dan direct in dat politieke beleid. Want dat is dus het verschil. Kijk, als je instituut hebt, we hebben zoveel instituten gehad. We hebben het Bauxietinstituut. We hebben een mineraleninstituut dat in wording is. Zoveel instituten. Maar die instituten, die vallen niet onder dat directe politieke beleid. Als ze voorstellen doen of als ze vragen doen, dan worden ze door die ministers als vrijblijvende organisaties gezien waar je geen verplichting aan hebt. Ben je binnen die politieke hiërarchie, dan ziet die directeur van diaspora zaken of coördinatie diaspora zaken,
ziet die minister bij wijze van spreken elke dag. Hij kan hem aan zijn mouw trekken en hij zegt, minister, hoe zit het met die e-mail die ik naar u toegestuurd heb of die memo die ik heb gestuurd? U zou me binnen 2 weken antwoorden, ik heb nog geen antwoord gezien. Ja, oké, dus je kunt de vinger aan de pols houden. Je kunt direct meehelpen, beïnvloeden dat dingen gebeuren. En vandaar dat verschil, en dat begrijp ik ook, vanuit de conceptie van Owen Venlo en de Surinaamse gemeenschap in Nederland, dat men korte lijnen wil hebben die snel tot resultaat gaan leiden. Maar als, ik zeg niet dat het zo is hoor, maar stel nu dat men op het ministerie van Buitenlandse Zaken die diaspora jongens en meisjes liever ziet gaan dan komen en liever niet te veel bemoeienis wil hebben en niet te dicht bij ze moet willen laten benaderen, omdat ze anders in de keuken kunnen meekijken en misschien wel kritiek kunnen leveren of het misschien wel beter kunnen, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Dus als je een inclusive policy wil voeren waarbij je zegt everybody on board, dan zal je geen moeite moeten hebben met een directoraat diaspora zaken of coördinatie diaspora beleid. Als je dat ding wegstopt in een instituut, is net wat ik ooit eens van een ervaren politicus en bestuurder heb gehoord. Die zei tegen me, Faik, als je wil dat dingen helemaal vastlopen, dan moet je een commissie benoemen. En die commissie die zal bij voorkeur een multidisciplinaire werkgroep of commissie moeten zijn met mensen van verschillende ministeries. En dan geven ze de opdracht om een rapport uit te brengen. En dan kunnen ze 2 jaar zoet zijn en dan komen ze met een rapport. En tegen die tijd dat het rapport uit is, zijn de omstandigheden al zodanig gewijzigd dat je weer opnieuw kan beginnen. Dus, dat is natuurlijk met een knipoog, maar the point that I want to make is, als je serieus bent met het diaspora-beleid, dan moet je mensen daarbij betrekken. En kijk, die jongens uit Nederland, niet om wat, maar je gaat ze geen knallen voor citroenen kunnen verkopen. Dus of je bent serieus en je betrekt ze al in een heel vroeg stadium erbij en laat ze meehelpen die dingen voor je voor te bereiden. Maak gebruik van die mensen die daar zijn. Ook ik zat eens daar en van daaruit heb ik zoveel dingen naar Suriname gestuurd en daar vroeg ik me af, weet je, maar waarom duurt het zo lang? Waarom pakt men het niet op? Je doet het gratis. Maar nee, er is een soort angst. Er is een soort angst voor mensen die van buiten komen. En ik weet niet waar die angst vandaan komt. Is die angst dat ze misschien beter weten? Dat ze misschien slimmer zijn? Dat ze misschien sneller werken? Maar dat hoeft toch geen probleem te zijn? Let them join on board. Laten ze die koreaal met die pagaai sneller laten lopen. Laten ze een buitenboordmotor op je koreaal zetten en dat je nu met turbospeed naar voren gaat. Ik bedoel, er is zoveel werk te doen. Hoe komt het dat ik nou niks meer van Robbie Makka hoor? Van al die mensen die zo enthousiast met diaspora bezig waren. Het leek alsof er een soort persstilte is. Of dat ze zich in schouders ophalen en zeggen, ze bekijken het maar. Het zou jammer zijn als het die richting uitgaat. En ik denk daarom dat het goed is dat er intern binnen de politieke top, en niet alleen dus de VAP, maar ook de ABOP, de NPS en de PL, dat men duidelijk komt met een beleid van wat gaan we met die Surinaamse gemeenschap in Nederland doen. Is het alleen maar voor de verkiezingen dat we ze nodig hadden om geld te sturen, om te sponsoren die verkiezingscampagne, of om die mensen in Suriname te zeggen, die familieleden, vrienden en kennissen, je moet op die partij stemmen, want NDP moet weg en Bouta moet weg. En nu dat zover is, zijn ze niet meer nodig. Want als dat gevoel de mensen in Nederland bekruipt, dan is dat natuurlijk niet wenselijk. Dan is dat niet goed. Want het werk moet nu pas beginnen. Dus hoe kunnen wij ooit de schijn opwekken of de houding aannemen van, jullie bekijken het maar, de Moor heeft zijn werk gedaan en de Moor kan gaan. Dat zou geen goed standpunt van de Republiek Suriname of haar leiders of haar bestuurders zijn. Dus nogmaals,
Ik roep de mensen op, zowel in de politieke top van het land, als de mensen op buitenlandse zaken, als de mensen in aanpalende organisaties, als key persons in het Surinaamse politieke establishment. Laten we de koppen bij elkaar steken en zorgen dat we nu werkelijk een beleid gaan maken over hoe we de mensen vanuit Nederland en de rest van de wereld van Surinaamse afkomst erbij gaan betrekken. Want we hoeven alleen maar te kijken hoe de Chinezen het gedaan hebben en hoe de Indiërs het gedaan hebben en hoe de Filipino's het gedaan hebben. Wat zij doen om al die landgenoten en ex-landgenoten die zich buiten de grenzen van die landen begeven hebben, wat zij doen om te zorgen dat die hun kennis, hun ervaring en hun kapitaal inzetten in het land van herkomst. En dat kan echt niet zo moeilijk zijn. Dus, ik ga samen met u naar de andere fragmenten luisteren, kijken wat Owen Venlo in Nederland nog meer gezegd heeft. Even kijken, dit was fragment 3. Even kijken. Dit hebben we al gehad. Instituut in plaats van directoraat. Dan moet ik naar het volgende fragment. Oh ja, want ik had even uitgeweid over waarom men zoveel belang hecht aan een directoraat in plaats van een instituut. Ze willen in de directe politieke lijn van besluitvorming zitten. En dat is begrijpelijk. Korte lijnen, korte metten, harde taal. Het hoeft niet altijd harde taal te zijn. Het kan ook diplomatieke taal zijn. Maar het moet wel gebeuren. Hoe verder? Dan heb ik hier Owen Venlo. Oké. Ja. Ik heb nog 2 fragmenten. Diaspora doelen zijn 1. Een diaspora beleidsplan. Een concept moet gemaakt worden. Dan kunnen wij inspraak plegen vanuit de diaspora. Diaspora beleidsplan. 2. Een diaspora databank. Waarin iedereen zijn cv en zijn ervaringen en zijn wensen kan stoppen. En Suriname daarvan gebruik kan maken waar het nodig is. Maar dan is het helder waar je digitaal alles naartoe kan sturen. Dus een diaspora databank. 2e diaspora doel. En het 3e diaspora doel is een diaspora commerciële bank of vergelijkbare financiële instelling. Ik ben teleurgesteld, maar ik begrijp ook, omdat er in Suriname natuurlijk niet echt veel draagvlak is voor diaspora beleid. Santokki is visionair, ambitieus. Ik ben al jarenlang bezig met diaspora beleid. Waarom ik zo pertinent zeker weet dat diaspora beleid uitermate belangrijk is voor Suriname, is omdat ik hetzelfde meegemaakt heb als coördinator minderhedenbeleid bij de Marokkanen en de Turken. Die hebben het wel. Die kon ik wel helpen via hun ambassades en consulaten. Maar Suriname, mijn eigen land, kon ik niet helpen. Omdat mijn eigen land geen diasporabeleid heeft. Andermaal Owen Venlo. En u hoort ook welke ervaring hij in Nederland heeft met minderhedenbeleid. En zoals hij al zegt, heeft hij goede ervaringen opgedaan in het beleid bij Turken en Marokkanen. En die landen van herkomst die geven de landgenoten en ex-landgenoten ruim de gelegenheid om te investeren in hun vaderland. Ik heb nog 1 fragment voor u van Owen Venlo. En eigenlijk is dat van die presentator van Radio Tamara. Boy, ik ben zijn naam kwijt. Even kijken, laat me zien hoe hij heet. Want het is natuurlijk wel prettig om te weten wie die man is. Ja, even zien hoor. Laat me even een muziekje zetten, want anders moet ik elke keer gaan zeggen ik scroll, ik scroll, ik scroll. Ik ben binnen 20 seconden bij je terug. Misschien kan iemand me helpen hoor, maar het is het Radio Tamara Damsko-programma Wel Geïnformeerd.
En het is op 23 augustus geüpload. Dus misschien kan iemand me helpen aan die naam van die presentator. Oké. Goed, dan gaan wij naar het laatste fragment. Ik kreeg de indruk dat men vanuit Suriname de indruk heeft, laat me het zo zeggen, cru geld. Geld van die Surinamers in Nederland. En dat noemen ze dan diaspora-beleid. En ervoor zorgen van dat al die Surinamers in Nederland gek zijn. En dan gaan ze in een ton gewoon geld voor ze deponeren. Dat ze daar in Suriname weer kunnen gaan verdelen. En weet ik veel wat. Mm-hmm. Is dat het idee wat er, bestaat? Dan is dat natuurlijk niet goed. Bakanabeskopu. Goed, dan hebben wij de fragmenten gehad van het interview van Radio Tamara met Owen Venlo over het diaspora-beleid en de zorgen die er bestaan dat het allemaal te langzaam gaat en dat het nu via een instituut gaat terwijl het via een directoraat zou gaan. En kortom, ik denk dat de leiding van het land, de politieke leiding van het land, maar ook de leiding op buitenlandse zaken, nota moet nemen van deze gevoelens die er leven en ze niet langs zich heen moet laten gaan, want het is een belangrijk segment van die bevolking, die weliswaar overzee is, maar die we zeker nuttig kunnen gebruiken als we maar de nodige condities creëren en als we de nodige afspraken maken. En daar moet die creativiteit nou ook duidelijk naar voren komen. Van hoe maak je nieuw beleid? Want daar gaat het op neerkomen. In een crisis heb je een crisismanager nodig die crisisbeleid maakt en niet dingen overneemt van wat voorgaande regeringen elke keer gedaan hebben. Nee, nu gaan we de problemen moeten oplossen. Oké, ik ga even. Goed, dan hebben wij de fragmenten gehad van het interview van Radio Tamara met Owen Venlo over het diaspora-beleid en de zorgen die er bestaan dat het allemaal te langzaam gaat en dat het nu via een instituut gaat terwijl het via een directoraat zou gaan. En kortom, ik denk dat de leiding van het land, de politieke leiding van het land, maar ook de leiding op buitenlandse zaken, nota moet nemen van deze gevoelens die er leven en ze niet langs zich heen moet laten gaan, want het is een belangrijk segment van die bevolking, die weliswaar overzee is, maar die we zeker nuttig kunnen gebruiken als we maar de nodige condities creëren en als we de nodige afspraken maken. En daar moet die creativiteit nou ook duidelijk naar voren komen, van hoe maak je nieuw beleid? Want daar gaat het op neerkomen. In een crisis heb je een crisismanager nodig die crisisbeleid maakt en niet dingen overneemt van wat voorgaande regeringen elke keer gedaan hebben. Nee, nu gaan we de problemen moeten oplossen. Oh, Iwan Botse krijg ik te horen, is de naam van de presentator. Oké, dank u wel. Dan heb ik hier dus van Radio Tamara in Nederland en hij had dat interview met de heer Owen Venlo. Radio Tamara Damsko wordt gerund door Iwan Botse, maar degene die het programma wel geïnformeerd presenteert is de heer Krishna. Volgens mij is de naam afgekort. Oké. Okay.